Bob, ja, we hebben het over virtuele school gehad. Ja. We hebben het al over je kinderen gehad. Mm-hmm. Maar nu eventjes over de essentie, hè, over de culturele sector. Want daar ben jij toch een beetje een boegbeeld van, vind ik, hoor. Oh, vind je dat? dat voel ik niet. Maar als je zo eens je carrière bekijkt... Ja. Hè, van in de jaren 90 was je echt wel een popster, samen met Clouseau. Mm-hmm. En dan, daarna ben jij, als ik niks oversla, manager geworden van Natalia. Ik heb ondertussen nog een website bedrijven en de reclame. Oh ja, dat zat er ook nog allemaal tussen. Dikkerzijde, ja. En ook een heel mooi duet uitgebracht met Stef Bos. Ja, ja, wat toch ook wel een dikke hit was toen, in de jaren 90 was dat ook. Hè? Ja, klopt, klopt. Ja. Maar nu ben je dus, zoals je daar juist zei, terug naar af. Je hebt weer een... Ja, dat is geweldig, hè? Je hebt weer een single uitgebracht. Ja, nooit verwacht dat dat nog ging gebeuren. Hoe maar is dat gekomen? Eigenlijk door mijn dochter, hè. Mijn Jade. Mijn jongste dochter. Ja, die vroeg op een dag, coronadag, hè. Dus thuis. En die vroeg ze, zeg, wat heb je eigenlijk gedaan bij Clouseau? Want ze wist wel dat ik bij Clouseau gespeeld had, maar voor de rest wist ze daar eigenlijk niks van. Ze wist nog geen details. Nee, hoe oud is ze nu? 13, maar ik praat daar ook niet over. Dus ik zei, wauw, een beetje gedrumd, hè. En dan vroeg ze van, ja, maar jij toch ook liedjes geschreven? Ik zeg, ja. Ik zeg, maar wat ken je van Clouseau? En zei ze, Anne. Zeg, en wat nog? Niks. Niks? Zeg, oei. Zeg, dan gaan we een keer wat YouTube-dingen bekijken. Dan hebben we dus een hele avond naar filmpjes van vroeger gekeken, waar ze zich bescheurd heeft van het lachen. Ja. Door haar vader. Haar papa met lang haar. En ze eindigen met te zeggen van, maar papa, jij was een popster. Ik zeg, zoiets, ja. En toen vroeg ze eigenlijk van, waarom schrijf je eigenlijk geen liedjes meer? Mm-hmm. Zeg, ja, dat weet ik niet. Zeg, dat is eigenlijk in één keer gestopt. Je hebt daar geen reden voor? Ik kan dat niet plaatsen, nee. Dat eigenlijk misschien door, omdat ik een andere weg ingeslagen ben en meer achter de schermen gaan werken ben, dat ik dat niet meer echt noodzakelijk vind. Pas op, ik ben wel elk jaar 2-3 keer nog in de studio geweest dat ik met Yannick von der Rie, die ik al 35 jaar ken, wij schreven wel dingen zo een keer, maar dat verdween in de schuif en dat was het dan. Maar dan heeft bij mij zo... Ja, ik had echt zoiets van, ja, waarom schrijf ik eigenlijk geen muziek meer? En het is corona en ik zit thuis. Ja, een dikke zever is dat hier allemaal. Dus dankzij je dochter ben je weer beginnen schrijven. De volgende dag heb ik een piano besteld, online. Hè, want dat gaat dan zo. Je had zelfs geen piano meer staan. Nee, niks. Nee, ik heb niks staan. Had niks staan, nu heb ik terug een piano staan, maar geen drumstel, niks. Ja. En dan heb ik... 72 uur later had ik en de piano en al direct terug 5 nummers geschreven. Dus dat en kwam er allemaal vlot uit. Toen was een drive daar, absoluut. En dan Hans Kusters aan de lijn gehad, omdat die platenbaas is van Matthias Vergels, die bij mij in management zit. En ik zeg, Hans, moet je nu zo wat weten? En ik vertel hem dat verhaal. En hij zegt van, nou, dan gaan we een plaatje maken. Oké. Die was meteen enthousiast. Doen. En dan, dan komt van het een het ander. En dan is er in één keer het idee voor die theatertour te doen. In 22 is dat. Van januari tot maart 22 gaan we in theater. Eigenlijk is het systeem van, we spelen alle nummers... Allee, niet alle nummers, ik heb er een 40-tal geschreven, al dan niet voor Clouseau, ook voor mezelf. Maar dus alle nummers die ik geschreven heb of aan meegeschreven heb, dat is een lijst die op een Facebookpagina of op een webpagina zal komen te staan. Mm-hmm. En ik zeg maar iets... welk nummer is dat dan? Brandweer? Swentibold, Brandweer, Afscheid alle van een grote vriend, hits. Geef het op, dansen. Ik kan er nog een paar noemen. Maar de titel is ook wel heel tekenend. Van Brandweer tot Swentibold, het verhaal achter de song. Want dat is een truc. Dus de mensen mogen dan kiezen, in het dorp waar we komen, mogen dan kiezen van, ik zeg maar iets, die dag spelen we in internat. En dan is de vraag van aan de mensen van internat van, kies uit die 40 Een soort nummers. Van jukebox. Ja, en dan spelen we een 17-tal nummers en vertel ik het verhaal achter elke song. Van hoe is dat ontstaan of wat is er gebeurd? Want de meeste van mijn songs die ik meegeschreven heb, die zijn autobiografisch. Mm-hmm. In die zin, daar zit een klein stukje autobiografie in, maar meestal was ik na een strofe uitgeschreven qua autobiografie en dan moest ik de rest uit met een duim zuigen. Daar wil ik nog heel veel van over weten, maar we gaan eerst naar die nieuwe single en die nieuwe videoclip kijken. Ja, is goed. En die heet Liefde van mijn leven. Ment op zondag is er voor jou. Ik hoop dat je nog altijd aan het kijken bent. Bob Savenberg zit hier naast mij en we praten natuurlijk over muziek, nietwaar Bob? Ja, natuurlijk. De liefde voor muziek. Ja, de liefde van je leven. We hebben juist naar de videoclip gekeken. Ja, ja.
Dus voor alle duidelijkheid, het gaat over jouw piano. Ja. Ik dacht dat het over jouw dochter zou gaan. Nee. Over mijn piano, absoluut. Ja, want jij was drummer bij Clouseau, dus hoe kom je dan... Ja, maar de songs die ik schreef, dat was natuurlijk op piano. Op piano, ja. Zwart dat ik geen noten kan lezen, hè. Dus bij mij is alles op het gehoor. Ja. En ik heb altijd een vertaler-tolk nodig om dan te weten te komen welke akkoorden die ik gevormd heb en hoe dat mijn liedje eruit gaat. Maar ik kan dat zelf gewoon niet... Maar je hebt wel een ongelooflijk gehoor. Dus je hoort iets op de radio en je kan dat meteen naspelen. Nee, meteen niet, maar ik ga daar wel op oefenen en ik vind dat dan wel. Ja, dat wel. Dat is natuurlijk wel een Ja, maar dat is ook een groot nadeel, want bijvoorbeeld voor die tour, ik moet al mijn nummers terug van buiten leren, hè. Want want ik kan niet zeggen van, dat is die akkoorden en die akkoorden. Ja. Dat is alles opnieuw, hè. Dus dat doe je dan op gehoor ook? Ik ben al bezig, hè, want anders raak ik er niet in 2022. Maar misschien kan je zo via e-learning partituur leren. Ja, maar dat bestaat dus wel. Hè. Ja. Ja, er zijn tegenwoordig van die apps. Ik sta daar stom van. Mijn dochter gebruikt dat bijvoorbeeld. Mm-hmm. Omdat die dan, papa heeft een piano, dus even op de piano spelen. En die heeft een app gevonden waarmee dat ze dat dan leert. Maar dat is onwaarschijnlijk. Hoe dat die daarmee weg is en eigenlijk zo dingen kan spelen. Ik denk van, dat je zo akkoorden kunt spelen met... Dus ja, dan geeft ze dat voorbeeld en dan begint hij dat te spelen. En dan is weer van, dat is goed, tof. Degenen zijn blijkbaar bij uw dochter gekomen. Inderdaad. Ja. Ze is wel een beetje artistiek eigenlijk, moet ik zeggen. Maar zij is meer een vlogger, hè. Dat is van haar tijd. Tuurlijk, dat evolueert allemaal. Ja. Hè. Maar nu, Liefde van mijn leven, als eerste single, is er een bepaald traject dat je wil aflopen? Uiteraard, er gaan nog een paar singles komen. Want waarom hebben we dat nu uitgebracht? Omdat theaters een jaar op voorhand boeken en ik moest ergens laten zien van, hallo, ik ben hier. Ja. Maar natuurlijk, als ik nu een single uitbreng en dan niks meer tot 22, dan is de kaars gedoofd. Hè? Mm. Dus ik ga nog een paar singles uitbrengen. Omdat ik het graag doe en ik wil veel spelen. Dus ik heb echt zoiets van, ik wil terug gaan spelen. Ik zing het ook, hè. Ja, het is tijd om te gaan spelen. Het was heel herkenbaar als ik het voor de eerste keer hoorde. Dat kan ik geloven. Podium missen we allemaal een beetje. Heel veel inderdaad. Ja. Maar de theatertournee dat je gaat doen, dat heeft eigenlijk niks te maken met je eigen nummers die je nu aan het componeren bent, hè? Jawel. Die komen er ook in. Die komen er ook aan. Ik maak de lijst volledig. Hè. Dus ook de nummers die ik nu geschreven heb, die zullen ook op de lijst staan. En sommige daarvan zullen gespeeld worden, naar gelang wat dat de mensen kiezen. Ja. Maar ik kan mij voorstellen dat er bij elk lied dat je geschreven hebt voor Clouseau en nog voor zoveel anderen, dat is altijd er altijd een wel een anekdote bij hoort. Er is altijd een anekdote. Maar het belangrijke wat dat mensen moeten weten is van, het gaat niet zozeer over Clouseau, hè. Nee. Want dus mensen denken dat soms, hè, hij gaat vertellen van achter de schermen van Clouseau, maar meestal dat gaat dat... Nee, het gaat achter de schermen van een lied. Ja. Dus van, hoe is dat tot stand gekomen? Ja. Van, wat is er dan gebeurd? Waarom schrijf je in godsnaam een lied over Swenty Bolt? Wel, daar hangt een verhaal aan vast en dan vertel ik dat, hè. Ja, kan je dat nu even vertellen? Nee, dat ga ik niet doen, want ik moet tickets verkopen. Allee, een tipje van de sluier. Maandag.be, dat moest ik zeggen van mijn manager. Staan er al voorstellingen vast? Nee, ze gaan in verkoop vanaf november. En dan gaan we zien, want ik weet dat ook totaal niet of dat daar veel interesse gaat zijn of niet. Ik vind dat allemaal heel spannend, ik hoop van wel. Als het van mij afhangt, gaan we 50 keer spelen, maar moet bescheiden blijven. Hè? Dus, nee. 15 zou ook al leuk. Maar het is een hoopvolle gedachte dat je in 2022 een tournee zou hebben. Ja, absoluut. En waarschijnlijk gaan we in de zomer van 21, als het God belieft en het mag, dan gaan we misschien toch wat warm lopen met een liveband. Want we zouden, als het succesvol is in 22 in theater, dan zouden we een grote zomertour doen met een liveband. En met wie ga je dan op het podium staan? Voor het theater ligt dat al vast. Dat is mijn Manu Huilenbroek, dus de gitarist van Matthias Vergels. Mm-hmm. En met Bram van den Bergen, gitarist van Ilse Salzbader. Ja, onder onze drie. Mm-hmm. En die schrijven ook mee aan je nummers? Of? Ik doe dat altijd. Ik trek iedereen mee het bad in. maar dat is echt zo. Ja. Zelfs al heb ik al veel geschreven, ik maak daar geen verdeling in. We zitten samen in de studio en wie dat in de studio zit, schrijft mee. Zo simpel is dat. Ik laat iedereen meedelen. Ik wens jou heel veel succes met dit theatertournee en met de nieuwe single. Dank u. En hopelijk veel optredens, hè, vanaf volgend jaar. Zo. Hoe ga je je zondag nog verder doorbrengen? Goh. Wat is zo bij jou meestal de gewoonte? Wat is de gewoonte? Eigenlijk, het is vrij simpel. Ik kijk normaal gezien altijd naar de zevende dag, omdat ik daar
erg in geïnteresseerd ben. En dan in de namiddag durft er al wel een keer een wandelingsje. Dat durft er wel eens bij. Ja, dat durft er al een keer bij komen. Op mijn leeftijd moet een beetje u met de sportief hond houden. Ik weet niet of je een hond... Nee, niet met gewoon de hond. Alleen. Myself and I. Ja, absoluut. En, en dan zo rond een uur of vijf, dan is de Giro gedaan. Dan ga ik mijn kids oppikken. En dan hebben we ook een ritueel. Dan gaan we samen een hamburger eten. Dat duurt er ook bij. Ja, die vinden dat geweldig. En ik ook, want dan mag ik zondigen. Dus en dan zit er zo een beetje op. Het s'avonds nog wat keuvelen met de kinderen. En dan is de zondag voorbij. Doe de groeten aan de kinderen. Ga dat zeker doen. En tot een volgende keer. Zeker.